Normaal gesproken brengt Ping niet elk jaar een nieuwe driver uit, maar dit jaar is een uitzondering, want dit jaar komen ze met de G430 Max 10K. Een hele mond vol, maar Ping was zo enthousiast over deze driver dat ze hem toch dit jaar hebben uitgebracht. Nou, wat is er zo bijzonder aan deze driver? Net als bij heel veel andere drivers dit jaar zie je dat het gaat om vergevingsgezindheid. Nou, Ping heeft best een goede reputatie als het om vergevingsgezindheid gaat en zij zeggen dat dit hun meest vergevingsgezinde driver ooit is. Nou, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ten eerste hebben ze het clubblad, of het clubhoofd moet ik eigenlijk zeggen, zo groot mogelijk gemaakt. Er zijn limieten daarvoor en die grens hebben ze helemaal opgezocht. Dus het is een vrij groot clubhoofd. Ook als je achter de bal staat is dat heel duidelijk te zien. Nou, daarnaast hebben ze de koolstofkroon lichter gemaakt. En het gewicht wat daarmee is bespaard hebben ze helemaal achterin het clubhoofd gebracht door middel van een groot gewicht. Nou, als het gewicht wat meer achterin een clubhoofd zit, dan lanceer je de bal wat makkelijker. En voor heel veel golfers is dat, nou ja, fijn. Vergevingsgezindheid wordt gemeten in gram per vierkante kubieke centimeter. En dat kan je dus meten. Nou, en deze driver die overschrijdt eigenlijk de 10.000. Vandaar dus die naam 10K. Nou, er is ook een high launch versie voor mensen die misschien een wat langzamere swingsnelheid hebben. Daar zit er dan een langere shaft, een lichtere grip in. En is dat achtergewichtje wat minder zwaar, zodat je de club makkelijker snel kan swingen. Nou, deze driver wordt toegevoegd aan de al bestaande G430-lijn. Daar zit al de LST en de SFT en de Max in. Daar komt deze dus bij. En de prijs is niet mals. Voor €725 heb je deze driver, dus laat je zeker even fitten als je deze investering doet.